Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Diaspora Talk en Diaspora Today. Ik ga nu naar Sint Maarten, omdat de politiebond van Schramen is nu weer in de clinch met de nieuwe korpschef, de heer Kensen. Het gaat over de uiterlijk, hoe de politieman uit moet zien in Suriname. En daar is er een beetje frictie tussen de bond en de korpsleiding. En er is iemand die neutraal staat, want hij zit nu in een ander korps. Hij zit in het korps in Sint Maarten, op Sint Maarten. En hij is ook onze vaste panel-diaspora-lid. Ik praat nu met Benito Maatrijk. Ben je daar, Benito? Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik ben er. Hoe gaat het op het eiland? Ontzettend druk. Vandaag is carnavalsdag. Dus, okay. Mm-hmm. Dus heel druk op straat met mensen. Ja, hoe lang duurt carnaval? Hoeveel dagen? Het duurt een aantal weken, maar dus... Weken zelf. Je kan, ja, 2 of 3 weken. Maar je kan zeggen, de cream of the crop, de crème de la crème, is dus zijn die 2 laatste dagen eigenlijk. Dus wanneer er dus echt over straat gelopen wordt. Dit is nog hele karma, je hebt geen uitnodiging gestuurd. Zoiets moeten we meemaken, toch? Ja, misschien dat jullie volgend jaar kunnen langskomen. Oké, dat gaan wij doen zeker. We noteren het in onze agenda. Ik bel jou omdat er weer een beetje hommeles is in het korps, politie. En ik bel jou omdat jij zaken vanuit een letterlijke afstand kan bekijken. Met een helikopterview in deze. Wat is er gaande? Ik hoor politiemannen mogen geen ringen, geen baden. Wat is er gaande? En wil je mij dit uitleggen bij mijn luisteraars dan? Oké, kijk. Volgens het politiehandvest mag de korpschef dienstvoorschriften uitvaardigen. Weet je? Hij mag instructies geven aan zijn personeel. Hoe ze te werk moeten gaan. Hun verschijning is ook belangrijk. Want uiteindelijk is die organisatie een gedisciplineerde organisatie. Dus zo heb je enkele dienstvoorschriften die eigenlijk al heel lang bestaan hoor. Het is geen nieuw ding eigenlijk. En een van de dingen is, vanaf je in dienst komt, leer je dus dat een politieman bijvoorbeeld altijd netjes gekapt en geschoren moet zijn. En daaronder wordt verstaan dus dat je geen baard draagt. Je mag wel een snor hebben. Bij mannen geen lang haar. En ook geen extreme kapsels. Ook bij vrouwen niet. Vrouwen mogen bijvoorbeeld geen felgekleurd haar hebben. Niet meer dan 1 oorbel. En liefst oorknoppen. Dus niet van die grote ronde dingen. En dat zijn allemaal dienstvoorschriften. Omdat men die organisatie op een bepaalde manier wil uitdragen. En de korpsleiding die waakt daarover dus. En op een gegeven moment kan je krijgen dus dat, ik heb begrepen in 2014, ik was in 2014 nog in het korps, ik maakte nog deel uit van het korps. Maar ik kan me niet herinneren, maar ik hoor maanden erover praten, dus dat de toenmalige korpschef het dragen van baarden heeft toegestaan. Oké, het kan. Maar nu hebben we een nieuwe korpschef, en het hoeft niet eens te gaan om een nieuwe korpschef. Het zou diezelfde korpschef kunnen zijn, die op een gegeven moment zegt, weet je wat, we gaan het dragen van baarden weer aan banden leggen. Want het dragen van een baard mag onder bijzondere omstandigheden mag het wel. Bijvoorbeeld op doktersadvies, bijvoorbeeld kan je nou een man zeggen, if a man is scheer, amai kies, grometi of weet je, stoppels. Op doktersadvies kan zo iemand geadviseerd worden om zijn baard te laten staan. Weet je? Of bijvoorbeeld, je bent vanwege jouw levensovertuiging, bijvoorbeeld, je nou een moslim, mag je een baard dragen, dan wordt er een uitzondering gemaakt. Dus het kan zijn dat de korpschef op een gegeven moment, maar ik geloof niet dat die korpschef zomaar op een blauwe morgen opstaat en zegt van, weet je wat, geen baarden meer. Politiemannen mogen geen baarden meer dragen. Ik denk dat die korpschef waarschijnlijk uit eigen waarneming heeft zelf gezien een heleboel politiemannen met onverzorgde baden rondlopen.
Maar het kan ook zijn dat hij een rapportage heeft gehad. Misschien rapporten van meerdere resortcommandanten, noem maar op. Hebben klachten gedeponeerd bij de korpschef over politiemannen die met een ongezorgde baard rondlopen. Die mannen zijn aangesproken, maar die man in Arki. Dan zegt die korpschef op een gegeven moment, na afstemming met zijn managementteam, van luister, nou, we gaan dit ding weer aan banden leggen, hoor, want het schijnt uit de hand te gaan lopen. Dat is dat hele ding. Als die korpschef over 6 maanden bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat oké, laten we kijken hoe dat ding weer gaat lopen. En hij zegt van luister, het dragen van baarden is weer toegestaan. Dan is er geen vuiltje aan de lucht. Het gaat erom, het is een gedisciplineerd korps en de leiding van het korps bepaalt de pas, laat me het zo zeggen. Zij bepalen wat mag en wat niet mag. Ja, maar de grondwet wordt bijgesleept en men zegt ook van het is een mensenrecht om je baan te hebben hoe je wilt. Oké. En daar ontstaat dus die misvatting. Kijk, ik ben een beetje gaan graven en ik ben een beetje gaan lezen. Suriname leent vaak genoeg jurisprudentie van Nederland. Hè? En dan als je gaat lezen, dan zie je dat het al eerder is voorgekomen dat werkgever en werknemer naar de rechter zijn gestapt om hun gelijk te halen over dit standpunt. Inderdaad heeft een mens een aantal grondrechten en een van die grondrechten is ook dus jouw lichamelijke integriteit. Toch? Niemand mag jou zonder jouw toestemming bijvoorbeeld jouw haar knippen of jouw hoofd kaal scheren. Of voor jou bepalen of je nou een snor of een baard mag hebben. Het is dus die grondwet, dat zijn die grondrechten gewoon plat. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Bijvoorbeeld, wil je een deel gaan uitmaken van een gedisciplineerde organisatie, zoals de politie bijvoorbeeld, of het leger, dan zijn er daar bepaalde regels. Omdat Assan de moskeers van kermis toch, of van een circus. Dus dan zijn er regels bijvoorbeeld, netjes gekapt en geschoren. Bijvoorbeeld in het leger, daarover bestaat er geen discussie, men is daar gewoon strak. Toch, dat zijn uitzonderingen en de grondwet houdt ook rekening daarmee. Daarom zegt de grondwet altijd, behoudens ieders verantwoordelijkheid. En men gaat vaak genoeg voorbij aan dat stukje. Nou, ik had het voor abelediging, toch, een hele discussie voor abelediging. Ja, vrijheid van meningsuiting, ja. Maar zolang je ook met inbruk op het integriteit van trasma, je ook kost van trasma, is het geen vrije meningsuiting meer. Begrijp je? Dus dat zijn die uitzonderingen welke, als je gaat kijken, die verdragen, niet alleen de grondwet, maar ook al die verdragen zoals BUPO en universele rechten van de mens, praten altijd over rechten en plichten. Op die rechten die je hebt, kunnen er soms uitzonderingen worden gemaakt. En zo dus geldt ook bij de politie, die dienstvoorschriften die de korpschef uitvaardigt, die maken, je zou kunnen zeggen, een inbreuk op jouw recht om te mogen bepalen wat je wil dragen en dat soort dingen. Maar het is zoals de rechter het in een van zijn dingen heeft gemotiveerd, het is gerechtvaardigd. Omdat als dat er niet zou zijn, dan kan elke individuele politieman op een dag opstaan en zelf bepalen hoe hij naar het werk gaat. Waar man contact die de mischeer mee de wansie, af of mee de mischeer kaal, atrasie, mijn brein rasta en ik ga zo naar het werk en niemand kan me wat zeggen. Want als man dat ik verf mijn baard blauw, want als man dat ik verf de mijne rood. Op een gegeven moment ligt het korps op een circus. Weet je? En dus daarom, dat is het verschil eigenlijk. En daaraan gaat men voorbij. En dan heb ik in het artikel dat ik heb geschreven, althans in die reacties, heb ik dus die jurisprudentie, ik heb screenshots gemaakt en het gepost, zodat mensen kunnen zien dat rechters ernaar hebben gekeken en ze tot een bepaalde conclusie zijn gekomen. Die rechters geven ook toe, of althans de juristen die het artikel hebben geschreven, geven toe van kijk, er is een grens tussen wat de werkgever wil en wat de werknemer mag dulden. En die grens is niet altijd duidelijk. Daarom zijn er rechters, wanneer het bij hun wordt voorgelegd, dan komen zij tot een bepaalde conclusie, een bepaald inzicht. En dat is dan leidend.
Duidelijk. Maar wat wil de politiebond? Nou, althans, zowel de voorzitter van de politiebond als een van de leden, meneer Hellings, hebben aangegeven dus dat de politiemannen zich niet hoeven te storen. Althans, kijk, je kan iets wel aangeven, maar ik val steeds erover dat men het op een zo'n, hoe zeg je dat, niet zo respectvolle manier doet. Ik bedoel, van, je kan je leden op een andere manier erop wijzen van, kijk, we zijn het niet eens. Als bond zijn we het niet eens met de korpschef en we gaan met de korpschef erover praten. Maar om te zeggen van, in de media, ja, politiemannen hoeven zich niet te storen aan dat verbod op baard dragen en maak je ook niet druk om de reglementen. Het lijkt een beetje alsof je dat de leiding desavoueert. En weet je, op een dag, ik blijf het zeggen, men ziet het nu niet in, maar want het kan zich op een dag gaan wreken. Dezezelfde mannen kunnen misschien over 10 jaar korpschef zijn. Dan ga je zien dat het, wanneer zij gedesavoueerd gaan worden, dan ga je zien dat ze verder anders overdenken. En daarmee houdt men niet genoeg rekening. Dat zij het doet, idee, Tamara, de U-tron-leiding, want die man kan doen, dan ga je ook doen. Dus je bent ooit in het, je hebt ooit in het korps gezeten. Maar de manier hoe je praat, het lijkt zo makkelijk. Je kan het doen vandaag en morgen gebeurt, kan je het je ook overkomen. Het is toch een hele gedisciplineerde organisatie waar maatregelen niet geschuwd worden of sancties voor mensen die buiten de lijnen kleuren. Dat geloof ik ook, maar het bevreemd mij, het is me opgevallen dat de afgelopen jaren, er zijn zoveel incidenten geweest waarbij er bepaalde uitspraken in de media zijn gedaan over de leiding. En bij mij weten hoor, min als je nou een sanctie nog treft. Dus mijn actiemisreef kan de, ja, misschien dat de tegenwoordiger anders aan toe gaat hoor. Maar toen ik deel uitmaakte van het korps, zelfs als politieman, als je een burger in je vrije tijd iets uithaalde, bestond de mogelijkheid om jou daarvoor op het matje te roepen. Tegenwoordig hoor ik die mannen zoiets zeggen van ja, hoe gaat de korpschef mij aanspreken voor iets dat in privé sfeer, of dat ik niet als politieman heb gedaan. Je bent als politieman eenmaal 24 uur aansprakelijk. Hè? Of je bent verantwoordingsschuldig over jouw gedrag. Dus wiens idee, in een privé sfeer, ik wil een president, je misdraag je. Je bent politieman. Een korpsleiding kan spreken je daarop aan, ja. Het is zo vaak gebeurd, dus ik vraag me af waarom het nu plotseling niet meer kan. Maar goed, misschien is dat die nieuwe ontwikkeling in het korps. Misschien heb ik een gap hoor. Ja. Nee, ik denk politie, militairen, dat zijn diensten waar die discipline heel hoog staat, hè, in het vaandel. Ja. Ja. Ik laat hierbij, wat gebeurt er dan met mensen die toch nog met, die met hun baard in uniform lopen? Nou, wat ik heb gemerkt is dus dat volgens mij enkele dagen geleden waren er bevorderingen. En ik heb foto's van mensen gezien die dus normaal hun bevordering hebben gekregen. Ondanks ze dus een baard op hebben. Misschien omdat de korpschef in gesprek is met de bond erover. Dat hij het eigenlijk een beetje gedoogt voor dit moment. En dat hij alsnog met een officiële verklaring zou komen. Misschien niet terugtrekt tegen een dagorder weer in. Maar nogmaals, het was geen nieuw ding. Het was eigenlijk iets dat er altijd al was bij de politie. En als het goed is, dan heeft men het in 2014 gedoogd. En nu heeft de huidige korpschef gezegd van nee, het moet niet meer, het mag niet meer. Maar het kan dus dat na het gesprek met de bond, de korpschef dan toch terugkomt op zijn eerder besluit. Dank je. Is er nog iets dat wij moeten weten hier in diaspora? Nee. Okay. Nee, op dit moment. Ja. Alleen is dat het hier reuze gezellig is met de carnaval. Ja, maar. Je volgt SVB ook? Oh ja. Dat wordt heel spannend. Ik volg het ook, ja. Mm-hmm. Nou, ik heb het gevallen. Dat zijn weer de jongens van de politiebond of de heren van de politiebond. Ja? Ja,
Ja, ja, ja. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, hoor. Ik volg het, want... Namelijk je heren dat ik heb altijd op alles op een aanmerking. Maar daarom, je nou pendelde toch? Om mening te hebben, vooral duidelijke mening en helder. Men hoeft niet eens te zijn met jou, maar we staan voor meningen. Ik dank je voor de tijd, voor dit moment. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Benito Maatrijk vanuit Sint Maarten. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.